Aflevering 10 van Vivo Valentijn. Daar zitten we. Robert Valentijn, welkom weer terug in je eigen podcast. <laughs> Dankjewel. Ik zit zo in zo'n. Zo die liedeltje wat ik afsteek bij die opening. Ik heb net een Bitcoin show gedaan. En, dus ik heb ja, welkom Wat heb ik het over? Weet je? Showbiz. Ja, dromen inderdaad. Meestal komen mijn hersens die hobbelen dan een beetje achter wat ik allemaal zeg aan. Dat duurt heel lang. Een autopilot. Ja, ja vooral bij die, voor, die aankondiging heb ik dat altijd. Maar goed, uh, tiende aflevering Vivo Valentine. Valentijn um, we hadden uh, eigenlijk nu officieel liederbalkjes moeten, of moeten hebben, mm -hmm. met, uh, met onze namen mm -hmm. erop en zo. Zodat er niet meer de vergissing gemaakt wordt dat... Uh, wie wie is. Wie, wie is. Ja. De, dat ik bij, uh, de, hoe heette die, on onzinnig Nederland uh, aangemerkt... <laughs> ik wist het heel tof, ik ben helemaal niet negatief over maar ik weet gewoon niet hoe het heet. Uh, <laughs> Ongoord Nederland. Ongoord Nederland, yeah. dat was het inderdaad. Ja. Uh, uh, werd aangemerkt als de leider van de libertarische partij, libertaire partij. T te grappig voor de. Maar anyways, binnenkort dus uh, naambalkjes. Hé, hey, we hebben een boel onderwerpen. Ja. Uh, uh, laten we gelijk beginnen. Mm -hmm. uh, misschien even het meest actuele nieuws. Eerst uh, ja. net, misschien wel een kwartier voordat we begonnen, uh, studie en bericht over een RTLZ. Mm -hmm. uh, die hebben een uh, WOP-verzoek ingediend. Uh, uh, wilden weten wat de aantekeningen waren van de ministersraad mm -hmm. over de toeslagenaffaire. Ja. En een nieuwe REL was geboren. Ja. Wat is er precies gebeurd? Ja, er was inderdaad een, een REL op Twitter. Dus RTL Nieuws heeft een, uh, een artikel geplaatst waarbij ze een, uh, een tijdslijn hebben gemaakt over de toeslagaffaire. Nou, iedereen weet natuurlijk wat daar gebeurd is en dat um, het kabinet daarom is afgetreden. Um, wat we niet weten is dat de ministerraad uh, onder leiding van Rutte doelbewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Dus het artikel dat, uh, beschrijft eigenlijk um, de gang van zaken vanaf uh, een rapport, wat in 2017 al aankaartte dat er iets mis is bij de Belastingdienst, dat er misstanden zijn. Met betrekking dus tot wat later de toeslagaffaire uh, is geworden. Um, en dat uh, Kamerleden, zoals Pieter Omzicht. Um, hebben gevraagd om meer openheid, meer uh, informatie. Mm -hmm. Er is zelfs ook een uh, parlementaire onderzoekscommissie geweest. die heeft ook gezegd: er moet meer transparantie zijn, er moet meer openheid zijn. Um, en toen het allemaal een beetje uitkwam. en er dus vragen werden gesteld vanuit de Kamer. onder dus door, door Omzicht en Leiden. Uh, toen heeft het. Uh, de kabinet en de ministerraad voorgehouden dat er dat alle informatie gedeeld is. En nu blijkt dus dat het niet waar is. Nu blijkt dat de uitspraak van Rutte, er staat hier een quote in het artikel, dat um, Rutte die sprak van uh, gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking. En dat was eigenlijk als reactie op die, die ondervragingscommissie. Die uh, zei van dat het dus uh, um, dat ze niet transparant waren. En hij Dat klopt niet. Ik moet het even weer leggen. Het is gewoon een gebrekkige informatiehuishouding. Dus wij hebben ons huiswerk niet gewoon niet op orde. En daarom kunnen we het niet met jullie delen. Uh -huh. Maar dus, um, die notulen die niet gedeeld werden in eerste instantie. nu met een WOP-verzoek wel gedeeld moesten worden. Yeah. lijkt dat het helemaal niet waar is. Ze hebben letterlijk besproken: jongens, als dit naar buiten komt, hebben we een probleem. Dit heeft politieke consequenties. Dus ik wil dat. Ik wil dat achterhouden. Er zijn zelfs ministers die hebben gezegd: maar mogen we dat wel doen? De Kamer heeft omgevraagd, gevraagd: is het mogelijk dat wij de, deze informatie achterhouden? En in, in zo'n discussie is het uiteindelijk besloten: we gaan het niet vertellen. Ik bedoel, vroeger was het niet informeren van de Kamer een doodzonde, mm -hmm. echt een politieke doodzonde. En dan zitten we opgeschreven met Rutte, die zich allerlei dingen anders herinnert en eigenlijk gewoon openlijk aan het liegen is, ja. wat dan wordt afgezwakt tot jokken in de, in de media. Mm -hmm. um, maar ik bedoel, hoe vaak moet dit kabinet vallen? Weet je? Wat, we, wat, wat moeten we doen voordat die mensen weggaan? Ja, dat, hoe dat... komen we hier vanaf? Ja, dat is dus wel... Um, ik, vind, ik vind het heel interessant, ook omdat het... Um, um, in het artikel staat een, een aantal quotes van ministers die dus boos zijn. Die zijn boos op Kamerleden als omzicht. Hij is onderdeel van de coalitie. weet je Hij moet aan onze kant staan. Ja. En blijkbaar niet doorhebben dat het idee van een Tweede Kamer is... dat je de macht moet controleren. Dus zover gaat het al. Het is zo gewoon geworden in het land om inderdaad te regeren... met een meerderheidskabinet, waar we natuurlijk ook wel vaak over gehad hebben... Waardoor de Kamer gewoon niet functioneert. Want iedereen, uh, op een paar uitzonderingen na. in de coalitie, die stemt gewoon voor het kabinet. en iedereen tegen. Uh, uit die, die uh, niet in de coalitie zit, die stemt tegen. En, ja. Maar het is een beetje schijn. Dus in Amerika heb je democraten en republikeinen. en als de ene de meerderheid heeft in het senaat. of huis van afgevaardigden. dan kan de ander eigenlijk niks um, voor elkaar krijgen. Dus het, ook daar werkt het niet. Maar hier. Ja, het, het zou echt. Ik denk dat uh, ik denk dat, de, dat de, de functie van van het parlement gewoon fundamenteel anders moet en ook geborgd moet worden in de grondwet. We hebben ook eerder gehad over dat de grondwet niet werkt. Ja. En ik ging even opzoeken hoe het nou precies zit, want er zijn uh, dus moties ingediend. Inderdaad, hoe zit het nou met die het achterhouden van informatie? Ja. De vraag die de minister ook stelde van mag dat? Mm -hmm. En er is, uh, zover ik heb kunnen zien in de korte tijd, omdat het natuurlijk heel snel op opkwam, dit. maar niet echt een instrument voor de Tweede Kamer om te dwingen dat het kabinet iets doet. Bijvoorbeeld een motie. Een motie is um, eigenlijk een verzoek ja. aan het kabinet. Wij hebben ons uitgesproken over een bepaald issue. en willen graag dat het op deze manier wordt opgelost. Maar het is niet zo dat ze gedwongen zijn om het uit te voeren. Ja. Hetzelfde werkt eigenlijk in een vereniging of een politieke partij, zoals bij de LP. Daar, um, als ik als bestuur een motie krijg, kan ik ook zeggen: ik ontraad deze of ik vind hem zelf um, slecht en ik ga hem niet uitvoeren. Ja. Dan is het wel zo dat, dat uh, binnen een vereniging de, um, de leden kunnen zeggen: dan zetten we je als bestuur af. Ja. Dus dan moet je echt meteen een heel zwaar middel gaan grijpen. Maar in, in, in de Tweede Kamer hebben dus heel, um, heel weinig pressiemiddelen eigenlijk. En een motie van wantrouwen is ook. Ja, je hebt tegenwoordig niet meer een reden om op te stappen. Nee. Dat het vroeger wel was. Ja. Maar wat ik zo interessant vind, is dat er een soort hiërarchie is ontstaan, lijkt het wel, in, in, in onze regering: dat alles wat uit Brussel komt, dat weet je, en met name de ECB en de monetaire beleid, dat soort dingen. Um, ja, dat vindt eigenlijk moeiteloos uh, zijn weg naar het kabinet. En de kritiek die eventueel van de andere kant komt, dus vanuit Nederland zelf, of juist eigenlijk misschien zullen zij dat zien als van onderop. Daar wordt niet naar geluisterd, want die moties worden allemaal. Er ja, gebeurt helemaal niks mee. Mm -hmm. verder, weet je, de, zelfs als, uh, als er een motie wordt aangenomen dat we geen uh, passieve of indirecte vaccinatieplicht mogen hebben. Maakt helemaal niet uit, weet je, D66 gaat gewoon lekker door met, met de Europese agenda uitrollen. Dus daar dat ik heb zoiets van, ja, dat. Um, hoe gaan we dan? Dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn oorspronkelijke vraag: mm -hmm. hoe gaan we, hoe komen we van deze mensen af die zo denken, die denken dat ze verantwoording moeten afleggen naar Brussel en niet naar uh, de bevolking? Uh, en hoe verander je die mentaliteit? Weet je, ik bedoel, ik kan me voorstellen als we nog een paar generaties aan, aan kabinetten doorgaan, is dat zo ingesleten dat, het, dat we het nooit meer wegkrijgen. Mm -hmm. Ja, en dat is lastig. Want ik denk dus dat een deel voortkomt uit de cultuur die in Nederland gecreëerd is... waarbij mensen dit dus ook allemaal maar oké okay vinden. Mm -hmm. En ik denk dat de uitspraak een volk krijgt... de leiders die ze verdient gewoon heel toepasselijk is. Ja. Want je ziet, het kabinet is inderdaad al gevallen voor de verkiezingen... maar Rutte is daar eigenlijk nou, hij is daar onbeloond. Hij heeft datzelfde grap gemaakt. Ja. Zo van ja, ik heb alleen maar meer macht. Ja. En dat is nog waar ook. Ja, precies. En daarna wordt hij, uh, krijgt hij meer zetels. Dus hij denkt ook maar, oh, ik ben dus goed bezig. We gaan, ja. we gaan lekker verder. En ik denk, als het niet verandert in het, in het besef van inderdaad, van, van Nederlanders, dat dit anders moet, dat je dezelfde mensen uh, elke keer aan de knoppen krijgt krijgen, want je, uh, gaan draaien. Want zij kunnen wij kunnen eigenlijk iedereen daar wegstemmen. Maar dat is. Het is zo ingewikkeld. En dat is natuurlijk ook een, een, een rechtsstatelijk ding. En ik, ik denk dat, um, dat we dus echt fundamenteel anders moeten gaan kijken... naar de rechten die wij als mensen hebben... en hoe we onze democratie hebben ingericht... en meer moeten uitgaan van het individu. Want dat is ook precies de beweging weer die we zien inderdaad... van nou, alles moet vanuit Brussel komen. Mm -hmm. Het gaat om een, een klein groepje mensen die het voor, voor het zeggen heeft... die blijkbaar verstandig is. En nou, um, dan komt het allemaal wel goed. Ja. En nou ja, die, die verstandhouding, dat idee... Dat moeten we terugdraaien. We moeten weer terug naar eigenlijk eh, liefst nog een, een confederaal systeem. Maar dat is echt. Het is zo'n grote mijn. Uh, ja. Die we moeten doormaken. Nou ja, het, het, het probleem is dat ik zie mensen die misschien heel genuanceerd denken over bij wijze van spreken. Um, ja, dit soort, dit, dit soort zaken. En misschien heel erg tegen de VVD zijn. En de manier waarop dat nu eigenlijk de afgelopen acht jaar bestaat. Um, of het is het twaalf jaar inmiddels. Um, maar gewoon ook iets van... ja, maar de PvdA of de SP of weet ik veel wie, die gaat de, de, uh, de hypotheekrente aftrekken, afschaffen. Dus dat vind ik belangrijk, mm -hmm. want dat voel ik in mijn portemonnee. Mm -hmm. Dus je, ja, weet je, mensen zijn aan de ene kant, een soort van de oppositiepartijen, zijn doorgaans, ik bedoel dat is niet altijd, zo, maar doorgaans links, als het kabinet rechts is. Nou, dat betekent links, dat betekent hogere belastingen, uh, afschaffen van hypotheek, dat soort dingen. Dus daar wordt dan door de. Minderheid van de mensen opgestemd. En vervolgens blijven we dus zitten met de Rutters. Die kunnen doen en laten wat ze willen. En dat is het, het, dat zwart-wit denken, dat mm -hmm. links-rechts denken in mm -hmm. Nederland. Funest, echt mm -hmm. waar. Misschien dat dat ook wel verklaart waarom partijen als Volt en, en een beetje de, de nieuwe rechterkant zo populair wordt. Misschien Forum is daar ook een onderdeel van. Uh, libertaire partij, misschien al hebben jullie helaas niet een zetel uh, daarin overgehouden, maar je ziet meer partijen. Mm -hmm. En aan de linkerkant, eigenlijk gebeurt daar hetzelfde. Dat ook de establishment een beetje vervangen wordt door dan bijeen en dat soort partijen. Dat, yeah. dat ja, je zag dat het wel heel duidelijk inderdaad in de vorige verkiezingen. Dat er een soort van de tegenhangers van bepaalde partijen opkwamen inderdaad. Je zag ja. Volt ten aanzien van D66, je zag boeren-burgerbeweging boeren ten aanzien van de CDA. Inderdaad, bijeen misschien voor het nieuwe GroenLinks. En je, zag, ja. je ziet inderdaad een nieuwe, misschien ook meer uitgesproken... Uh, partij, uh, partijennetwerk ontstaan. En het was vier jaar geleden was het al zo. Dat was toen al uh, met record uh, de meeste partijen die met de verkiezing meededen. En dat is dit jaar gewoon weer verbroken. Ja. Dus aan de ene kant is het inderdaad wel, er gebeuren wel dingen. Ik denk dat mensen ook een beetje moeite hebben met, hoe kan ik me hier nou tegen um, verenigen eigenlijk? Wat kan ik nou doen? En ja. ik denk dat heel veel mensen ook, en vooral ook de mensen denken die eigenlijk van zich moeten laten horen, niks met politiek hebben. Dat is ook een beetje de, de... Maar wie heeft er nou wat met politiek? Dat is toch ook gewoon het probleem? Zelfs wij. Je zit in de politiek. En een gesprek die we hebben we komen erop neer van, de overheid moet kleiner. Uh, politiek is eigenlijk een, uh, uh, ja, de, de, de slechtst mogelijke oplossing om dat voor elkaar te krijgen, wij mm -hmm. uh, spreken. Dat, ja. Ja, ik denk, ik denk, ja, politiek, ik denk wel dat heel veel mensen graag besturen. Dat er echt wel mensen zijn... Uh, die, die zien een belangrijke rol uh, voor de overheid als scheidsrechter. En ik, want ik denk dat... Ik me toch ook een beetje uit, uh, uit mijn bubbel aan het komen... af en toe uh, op Twitter een beetje rondkijken... met mensen die anders reageren dan wat ik zelf tweet... en dan even kijken op hun tijdlijn en bij hun ja. volgers... en dan zie je toch ook wel een ander beeld. En voor mij is het heel vanzelfsprekend... dat we de overheid in check willen houden... en dat we kijken naar... Uh, hoe kunnen we de vrijheid van het individu... en dus meer welvaart en welzijn creëren... dat dat een normale gang van zaken is... maar heel veel mensen zien... Um, mensen als, als, um, als kwaad wat we, we vorige keer over hadden of, of die keer daarvoor over Rutte die ondernemers uitlacht ik heb het gezien niemand iemand ja. die dit heeft iemand gezien iemand dat het had het, had, ja. het was erg toch ja en dat en dat ja ik denk zo kijken toch wel veel mensen en nou ja, nu ook met ik denk met die versoepelingen bijvoorbeeld dat je dat je gewoon ziet dat uh, een hashtag als code zwart trending is ja. en dat en dat betekent dat mensen het echt een heel slecht idee vinden en ik, ik, ik weet niet wat ik zag. Ik dacht van ja, het is duidelijk dat, dat mijn mening niet mainstream is. En wat, ja. ik, en wat ik dacht dat het inderdaad in de media uh, framing was. En deels misschien ook wel manufacturing Infection Consent. En misschien is dat ook al aan vooraf gegaan. Mm -hmm. Maar ik ben opnieuw het idee dat mensen ook die mening hebben overgenomen. En dat ze ja. toch ook wel vinden dat uh, Rutte het echt goed doet. Het zijn echt wel mensen die, die, dat, uh, die dat denken. Ja, maar goed, laten we eerlijk wijzen. Ik denk, ik heb de. de ik heb de. De macht van mensen media onderschat vanaf aan het aan corona. Ja. En als je ziet dat gewoon elke avond bij die, bij die cut talkshows dezelfde koppen zitten, dezelfde onzin zitten te verkondigen. De RIVM angstporno aan mm -hmm. het, aan het bedrijven zijn ja. daar. En dat, dat ik toch denk dat, ja, inderdaad, een groot deel van de Nederlanders dat gelooft, mm -hmm. daarnaar kijkt. En die, die onzin consumeert. En echt willens en wetens, dat ook willen geloven. Ja, en dat is inderdaad. Um denk ik een factor in die cultuur waar het over hebben. Want de media die speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Ja. En dat zijn eigenlijk uh, of dat zijn gewoon bij uitstek de mensen die, die die macht moeten controleren. Dus zo'n woppersoek van 'edit nieuws' dat is een dat is wat zij horen te doen. Maar ja. niet alleen nu. Dat moet gewoon elke keer gebeuren. En je zag natuurlijk aan het begin van de van de uitbraak van corona dat dat uh, helemaal niet zo was. Dat dus ze ook gezegd hebben van wij volgen gewoon de overheidslijn. Ja. En dat is echt funest en ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat uh, Project Veritas, die had weer een uh, onderzoek gedaan. Ja. En CNN. Bij CNN, inderdaad. En die, uh, dat was mij de technisch of commercieel directeur van CNN. Die zei gewoon: ja, uh, wij zijn gewoon bezig. Let ik met veerporn. Wij, ja. wij, als ik niet de tikker in beeld heb staan met hoeveel mensen de dood gaan besmet zijn, dan belt de network director me op van: joh, uh, we missen kijkers. Zet dat terug, weet je? Dat ja. is ho hoe we mensen vasthouden. En dat is dat Is hoe het werkt. Ik heb ook een heel interessante um, animatie gezien van het ontstaan van nieuws. Waarbij uh, op een gegeven moment behoefte was aan een, een, een nieuws, nieuwsgaring en de, en, en de distributie daarvan. En dat ging allemaal prima, totdat een concurrent kwam inderdaad. En die zei: van, uh, die ging dan slecht nieuws uh, verkondigen. En, die, en mensen zijn gewoon getriggerd en ge, ge, geprimed om gevaar te spotten. Dat is gewoon ja. een, iets vanuit ja. onze overleving, overleving. Alles wat er normaal is, is saai en boeit niet. Maar ja. Angst, dat is een trigger voor ons om op te gaan letten. En dat, daar maakt de media dus handig gebruik van. Het zijn views, het zijn kliks. Ja. ja, en, en dat, uh, de schillende in koppen, inderdaad, uh, dat is wat werkt. En omdat inderdaad een uh, ja, medium dus er ook zichzelf moet kunnen bedruipen en het om meer verkopen, misschien juist, misschien is het eigenlijk, gaat het om meer om geld en om, uh, om media. Uh... Het gaat sowieso om geld, geld is macht. Ja. Maar het is ook de, de publieke omroep die natuurlijk... Eigenlijk boven hun hoofd hebben hangen. Dat ze uh, gekut worden. Dat ze gewoon stevig budget moeten inleveren. Mm -hmm. uh, D66 heeft daar. Hoogstpersoonlijk. Een stokje voor gestoken. Uh, met andere woorden. De publieke omroep is een heleboel verschuldigd aan D66. Ja. En dat zie je gewoon terug. Ja. En dat, um, uh, dat is heel naar. Maar ik vind het helemaal bizar. Dat, laat ik zo zeggen. Ik begrijp het. Ze worden betaald door de mm -hmm. overheid. Ze werken voor de overheid. Ja. Um, dat is op zich niet erg. Maar dan uh, er moet. Waarom doet RTL en SBS? Waarom doen die daarmee? Mm -hmm, precies. Ik bedoel, en dat, ja, het probleem wat je gewoon in Nederland hebt, is dat bijna al onze kranten zijn gekocht door twee partijen, weet mm -hmm. je, die van fucking vanuit Brussel gefinancierd worden. Mm -hmm. Dus wat gaan die verkondigen? Dus die die, die machtsovername is al, uh, dat heeft al plaatsgevonden. Ja. Het is heel erg lastig om. Ja, als je ziet dat het al het kwaad al geschiet is om dat nog aan de rem te trekken en andere, andere koers te varen. Dat is echt heel lastig. Ja, om zich die heeft daar, volgens mij was het zijn laatste reden in de Kamer ook iets over gezegd. Dus hij, van, en dan al, hij kaart dit hm. probleem ook aan, van ja. dat de media met betrekking tot de toeslagenaffaire, maar altijd gewoon die kritische rol moet vervullen en het niet doet. En dan zegt, dat komt omdat ze allemaal uit de staatsruif eten. Dat, was het, ja. dat waren de woorden die hij daarvoor gebruikte. Ja, en dat, ja, dat is inderdaad uh, uh, ja, dat is problematisch. En dat zie je inderdaad. Uh, en ook in, in de, um, steeds, hoe zeg je dat? De, de samensmelting van veel media. Want je hebt de grote mediahuizen die eigenlijk alles opkopen. En ja. Het is natuurlijk een beetje, een, vaak vinden mensen dat een soort van conspiracy gedachte. Van ja, er zijn een aantal lijnen, mensen die, um, die bepalen hoe dingen werken of welke media naar buiten komen. Maar dat is het. Is, het, is, het is gewoon zo. Ik heb zelf bij Permanent Pictures gewerkt. Um, um, inmiddels alweer tien jaar geleden, geloof ik. En. Daar um, was het zo dat op het moment dat wij bepaalden. Het, was, het ging niet over nieuws, maar het ging over uitingen, creatives. Hoe yeah. maak je toen nog een DVD-hoes en hoe ziet dat eruit? En je mocht niks doen zonder dat nou, het, het hoofdkantoor in, uh, in Hollywood daar zeg maar een fiat op gaf. Alle uitingen gingen gewoon naar Hollywood. Yeah. Dus het is niet zo heel moeilijk om een organisatie in te stellen waarbij jij. Um, alle uitingen, zeg maar, even een, een fiat moet geven. Je maar een paar, je hebt, ten eerste is het een cultuur. De cultuur is het belangrijkste. Maar als je uh, gewoon een aantal checks en balances inbouwt, kan je heel makkelijk bepalen wat voor nieuws er naar buiten komt. Ja. En ja, je, je gaat natuurlijk nooit kritisch nieuws krijgen. Dit ga je dus ook niet horen, omdat dat gaat over het bedrijf en de organisatie zelf. Ja, en er is al jaren in Hilversum een cultuur van tijdelijke contracten. Dus er werken daar heel veel jonge mensen. Bijna allemaal zonder uitzondering. Die krijgen allemaal een jaarcontract, nog een jaarcontract en dan vliegen ze eruit. En heel soms mogen ze blijven. En dat is wat je. Daarmee creëer je ook de cultuur van interne, gewoon heftige concurrentie. En dat is iets wat. Uh, ik heb dat letterlijk gezien bij BNN bijvoorbeeld, waar. Echt de sfeer bij het koffieapparaat te snijden, was. Mm. Omdat ze um, ja, hing gewoon, een, hing gewoon een, een nare sfeer. Me, mensen werden tegen elkaar opgezet. Ik mm. heb het bij MTV Networks gezien, waar een directeur letterlijk tegen de ene programma. Uh, directeur zegt: van als jij die, je collega eruit werkt, dan mag jij uh, die baan hebben. En uh, dat werd tegen de collega ook gezegd. En dat, dat soort dingen dat ik denk: van ja, dit is, dat, dat is media in Nederland. Mm. Ja, het is klein, maar het is ook. Het is naar en het is ook corrupt in die zin. Want ja, dat zie je nu ook terug. Ik vraag me wel af waar de, um, waar de, de, de nieuwe onafhankelijke journalisten zijn. Ik, bedoel, ik snap dat je. Um, vroeger had je natuurlijk gewoon een krant die werd gedrukt, daar heb je een bepaald kapitaal voor nodig. En om ja. mensen te bereiken dat, had je gewoon inderdaad geld nodig. Maar dat is niet, is niet meer zo. Maar ja. dat is er wel. Ik bedoel, kijk, kijk naar uh, hoe heet het? Uh, de andere krant bijvoorbeeld van mm -hmm. uh, Karel van Wolferen. Kijk mm -hmm. naar Black Box. Uh, van, uh, wat Blackbox Box aan het doen is met die interview. Dat is echt van, van Flavio Pasquino. Dat is in vrij korte tijd gewoon een heel goed kanaal ja. geworden. Ja. Um, zo zijn er echt heel veel meer. Ook de ene wat commerciëler dan de andere. Ik bedoel, geen stijl op een bepaalde manier doet het natuurlijk. Ook met zijn, met zijn leden bijdragen. Mm -hmm. um, ja ik, ik denk denk café weltsmerchts is een goed voorbeeld dat bestaat ook al best wel lang is misschien wel een van de eerste mm -hmm. um, ja ik, ik denk dat er, dat er heel veel alternatieve media is het probleem is met die partijen wat jij ook uh, goed omschreef. Om, om, om is die sociale geloofwaardigheid weet je, dat moet je opbouwen mm -hmm. en als je ja, de, de geloofwaardigheid van de Volkskrant tegenover de volwaardigheid of de geloofwaardigheid van weet ik veel café weltsmerchts zet ja weet je de gemiddelde Nederlanders. die, die gaat daar niet echt over nadenken. Kijk, Ik vind misschien wel smerts uh, uh, geloofwaardiger. Maar ja, Pieter Min en Mien in Assen, weet ik veel. Die, mm. die de volks valt er al een hele, hele leven op de mat. Mm -hmm. Die denken dat dat waar is. NRC, helemaal zo'n zo krant waarvan iedereen denkt wat erin staat, is waar. Um, ja, de, ik denk dat dat. Uh, dat, dat dan ja, misschien is het een kwestie van tijd. Nu, na de nieuwe generatie, toch al meer naar dat soort kanalen kijkt. De Rutte, die klaagde ook van de week dat de kijkcijfers van de persconferentie steeds meer naar beneden gingen. Dat vond hij een slechte zaak, had hij gedacht. Oh, ja. ja. Het is niet om aan te zien. Het ja. is echt verschrikkelijk. <laughs> dus, uh, dus dat is misschien wel een goed teken: moment dat mensen minder vaak naar die persco kijken, dat het een nou gaat veranderen. Er is iets anders aan de hand. Hè? Ja, het over dat code zwart. Mm -hmm. um, op het moment dat ik op Twitter. Um, een tweet plaats die kritisch is over het coronabeleid. Heb ik stelselmatig reacties van rare accounts. Mm -hmm. Met bij wijze van spreken die. Met één of nul volgers. Die zelf misschien twintig of veertig andere personen volgen. Die hebben zes uh, 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 tweets van. Ik zeg maar wat van het RVM geretweet. Zoiets. En verder niks. Overduidelijk. Onzin kans, gewoon mm -hmm. spam bullshit kans. En ik weet dat uh, um, uh, veel PR-bureaus gebruiken, het, het heet seeding. Uh, uh, die techniek wordt gebruikt om gewoon bepaalde verhalen in de media te krijgen. Dus stel je voor, als jij iets bij een bepaalde journalist onder de aandacht wil krijgen, nou, dan, dan ga je met heel veel commentaar ga je proberen die journalist zijn aandacht te trekken. Mm -hmm. bij nou, hetzelfde geldt bij, uh, als jij een nieuw product hebt en je wilt dat onder een, weet ik zeg, een computer georiënteerde doelgroep onder nou, Dan ga je reageren in de, in de comments van tweakers... en onder YouTube-video's en op social media... onder mensen die je als autoriteit ziet binnen dat domein en ik weet zeker dat dat gebeurt. Ik weet zeker dat RIVM of iemand ander, een mm -hmm. andere partij die huurt gewoon PR in om dit te doen. En het zijn rare accounts. Het is gewoon, het maakt geen sens. Het klopt niet. En het zijn steeds hetzelfde. Het zijn niet door bots geschreven reacties, het zijn echt door een mens geschreven reacties. Maar ze hebben verder geen enkele inter interactie met anderen. Het is gewoon, het is gewoon raar. Mm -hmm. Ja, ik dus, weet dat tijdens de verkiezingen hadden een aantal mensen van de OP daar ook over inderdaad. Die zagen. Um... Uh, of maar op nu.nl, en dan heb je ook heel veel van die reacties. Ja. En dan zeiden ze van, de reacties zijn zo in lijn met wat het kabinet wil. Ik, ik geloof niet dat het echt is. Nee. Ik geloof niet dat dat uh, Dat is gewoon inderdaad een beeld willen creëren van. Um, Social proof, we hebben de massa hebben met ons ja. um, um, en zo kijken dat je de rest ook mee kan krijgen. Ja, nou als je ze ziet, je moet ze dat soort accounts altijd rapporteren. Zeg, dit is een, dit is een fake account, dit klopt niet en dat uh, en Twitter gooit ze dan ook af. Dan op een gegeven moment, dan, uh... Maar dat is misschien ook al een ding. Want dat is um, de boodschap van uh, een, een kleine overheid. Kritisch zijn naar de overheid is niet per se iets wat vanuit big tech misschien. Um, uh, voortkomt. En je ziet natuurlijk dat Twitter, die uh, gooit dit soort mensen misschien ook wel eraf, maar die zijn ook heel erg aan het filteren natuurlijk in um, ja. het uh, niet progressief, niet socialistisch uh, geluid. En dat ik is... weet niet of dat op Nederlands niveau. Ik denk eerlijk gezegd dat Nederland kan Twitter niet zo heel veel schelen. Mm, nee. Dus ik denk wel als er een verzoek komt van de overheid, van kun je uh, de RVM-link plaatsen bij corona-discussies. Uh, mm -hmm. Oké, okay, dan doen ze dat wel, weet je, zucht eens een keer diep. Maar het kan ze denk ik niet zo heel veel schelen. Maar hoe zit dan met YouTube? YouTube verwijdert gewoon video's van uh, kritische mensen over het coronabeleid. Of die kritisch zijn over het virus. Ja, absoluut. En LinkedIn ook. Ja, die zijn ja. nu een heel ander actief. Maar dat zijn ook bedrijven die zijn groter in Nederland. Mm. Uh, Microsoft is groter in Nederland en uh, uh, Google ook. Mm. Uh, ja, ik ben een keertje op het kantoor van YouTube geweest. Zit hier op de Zuidas. Ja, en dat is zit echt vrij groot, mm. dat de, daar zitten al mensen die dat aan het doen zijn. Ja. Mm. Hey en, en um, heel eventjes terug naar het originele verhaal, want je zei, um, uh, ja dit gaat de wel worden, dit staat op, dit staat op uitbarsten, als het ware. Ja. Applaus voor RTL ja. uh, die hier uh, toch heel goed werk heeft gedaan, ondanks onze kritiek op mainstream media. Dit doen ze goed. <laughs> um, wat, ik bedoel, wat wat gaat er gebeuren? Ik bedoel de Kamer die gaat uh, geschokt reageren. Uh, we waren al tot de conclusie gekomen dat uh, Rutte weg moet. Nu moet hij ook echt weg. Hopelijk ook al de ministers en iedereen die onderdeel is van deze criminele bende. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Of is dit, is dit dan genoeg? Of... Ja, ik, ik heb daar een hard hoofd in. Het is echt, als ik het lees, dan denk ik echt van: wauw, dit is echt bizar dat het gebeurt. Ook omdat ze dus. Um... Bijvoorbeeld, die memo die nu uitgelekt is, die is dus al een keer gedeeld, maar heel erg uh, geredekt. Hoe zeg dat? Ja, ja, met die zwarte, zwart Ja. Gelakt, uh, ja. En, en dus iedereen weet dat die bestaat. Het is echt gewoon zo lang en doelbewust buiten de schijnwerpers gehouden en uit, het, uit de handen van de Tweede Kamer. Ja, ja, ik zou denken, je kan je hoofd niet meer laten zien. En als je Um, maar het probleem is, denk ik dat alle partijen natuurlijk die beoogd zijn voor een nieuw kabinet hier aan mee hebben gewerkt. Ja, want welke ministers zitten er in de ministerraad op dit als dit gebeurt? Nou, allemaal. Dus, dat is dan, dus dan heb je dus van VVD, D66, ChristenUnie um, en de CDA, die zitten allemaal in die ministerraad. <laughs> dus die hebben dit allemaal achtergehouden. En dat is ja. dus nu de meerderheid nog steeds van de Tweede Kamer. Maar dan, moet er, dan is het nu toch wel echt tijd voor nieuwe verkiezingen, lijkt me als de ruil groot genoeg wordt. Dat, dat is denk ik de enige optie. Maar wat je ziet. en Dat zien natuurlijk ook bij Rutte. Dat is hij um, om, om zijn gejok. Dat hij heeft gelogen. En dat. Nou, Zegers. De Chris Zegers van de ChristenUnie. Die zegt: uh, um, in eerste instantie van. Um, dit, dit hier wil ik niets meer mee te maken hebben. Het kan ja. niet wat Rutte doet. Uh -huh. Ook, um, um, uh, hoe heet het? Sigrid Kaag die zei dat uh, van uh, hier scheiden onze wegen. Hele, ja. hele stoere taal. En wat, een week later draaien ze we om. Ja. En nu zegt de ChristenUnie: van, ja, misschien was ik iets verstellig in mijn woorden uh, in het begin. En, uh, deze mensen hebben er zelf ook baat bij dat dit soort dingen. Um, zeg maar, onder de, onder de pannen blijven. En als we de, ja Dus tenzij de oppositie heel hard gaat, uh, gaat, uh, gaat drukken... en er mensen zich gaan roeren binnen de... Um, leden ook. Ja, binnen de leden en binnen de, de, zeg maar de, de Kamerleden van de beoogde coalitie. Dat is nog wel een ding nu. Mm -hmm. Want nu is er wel een soort van machtsvacuum. Er is natuurlijk officieel geen nieuw kabinet. Ja. Uh, dus er zijn ook mensen in de Kamer die... zeg maar, nog niet zo gebonden voelen aan een... Coalitieakkoord. Ja. Dus ik hoop dat dat ervoor zorgt dat er gewoon leden zijn binnen het CDA en VVD die zeggen: ja, maar oké, maar nu is het gewoon klaar en we moeten, ja. moeten hier nu gewoon eindelijk ons werk gaan doen. Ja, ja want hoe, hoe zit het met die formatie? Want dat, dat vindt nu plaats, die gesprekken zijn hier in volgens mij afgerond. Ik, ik hoorde er niet zo heel veel meer over. Nee, er was gisteren volgens mij nog een, uh, een soort verslag van: um, hoe heet die? Die, uh, die uh, kartelkardinaal. Cheert, uh, uh, ja, cheert, Willink. Geert, geert, uh, Willink uh, en die, uh, die had een, een advies gegeven van: we moeten een heel sumier um, coalitieakkoord hebben. Dus niet alles dicht timmeren, wat op zich een goede, goede insteek is. Maar het, mm -hmm. ja, het, uh, het is nog steeds gaande. Ja. En de kans is dat het gewoon uh, Rutte wordt met dezelfde gast als vorige keer, is nog steeds aanwezig. Maar het zou. <laughs> ik bedoel, dat het Nederland verbaast me. En nee, heel corona. Laat ik zo zeggen, ik dacht. Ik dacht dat onze vrijheid beter beschermd zou zijn mm -hmm. dan dit. Weet je? En de 23.000 gezinnen die slachtoffer zijn geworden van, um, uh, van die toeslagenaffaire. Ik dacht dat dat meer impact zou hebben in Nederland. En je ziet gewoon van de meeste Nederlanders. En ik denk dat het misschien echt wel, wel 75% is. Die trekken zich terug in hun in een veilige koophuis met de auto voor de deur. En die willen er niets mee te maken hebben. En die hebben zoiets van ik ga mijn nek niet uitsteken. Uh, bekijk het maar lekker. En. Ja, ik heb zoiets van dat zijn maatschappijen die het slecht vergaat. Mm -hmm. je, dat is niet. Dat is, hier bouw je geen, geen toekomst mee. Dit zijn nee. de, de zwakke mensen die de slechte tijden creëren. Mm -hmm. En dat is uh, een ja, groot probleem. Ja. ja, ik denk dat uh, inderdaad wat ik net zei, over die versoepelingen die natuurlijk zijn aangekondigd afgelopen dinsdag. Dat ik vond de reactie daarbij, dat is in lijn met wat jij zegt inderdaad, ik vond het opzienbarend Dat mensen inderdaad. Het onverantwoord vinden. Dus nu lijken, nu lijkt de politiek zeg maar te gaan versoepelen en dingen los te laten. Ja. En de lijkt dat men vanuit de samenleving nu zegt van nee, maar wacht even, dit is te snel. Je moet nog niet. Ja. Nog niet gaan versoepelen. We willen nog, nog, nog strenger, nog harder. En, nou ja, ik... Maar dat is interessant. Want gebaseerd op wat? Kijk, aan de ene kant heb je um, Amerikaanse staten, waar er een heleboel van nu al mm -hmm. open zijn. Waar de besmettingen niet toenemen. Sterker nog, waarbij het normale leven terugkeert. Zonder vaccinatie, onzin. Uh, maar gewoon vrijheid. Mm -hmm. En uh, uh, geen extra besmettingen. Mm -hmm. um, aan de andere kant de Nederlandse ziekenhuizen. Zijn in dezelfde staat waarin ze zijn. Uh, als ze een griepgolf hebben gehad, hebben mm -hmm. er net weer eentje gehad. Dus dat is logisch dat, dat, dat er een paar mensen op de IC liggen. Um, de IC's zijn nog steeds niet helemaal vol, puilen, zeker niet uit. Um, tuurlijk, ik snap dat het personeel moe gestreden is in zijn ziekenhuis. Ik alle respect daarvoor. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat het hetzelfde probleem is, weet je, we gaan de zomer in. Uh, we weten, ondanks dat het RVM er niks van wil weten, is het overduidelijk dat dit een virus een seizoensgebonden uh, griep karakter heeft uh, en dus gewoon nu weggaat. Dus mm. je, je kunt gewoon chillen. Maar die mensen zijn nog steeds heel erg bang. Ja. En dat, waar, waar, hoe komt dat? Ja, ik, ik, het naad, uh, ik denk dat de informatie overload is van de dingen die je schetst over Amerika. En nu is Amerika een mooi voorbeeld, omdat er heel veel staten daar nu open gaan. Uh -huh. uh, maar je ziet ook weer dat er heel veel misinformatie is, want Texas is, is na het open. en Ik zag net op social media dat mensen zeiden van, ja, maar dat is dan omdat ze een hele hoge vaccinatiegraad hebben. Maar het is niet waar. Ik heb het opgezocht. Ze hebben een van de laagste vaccinatiegraden. Dus dat is niet de reden dat ze open gaan dat het, en dat openstelling um, geen probleem is. Het heeft nou te maken met het feit dat het een groepsgebonden virus is, maar dit is allemaal oude informatie. Want in het begin um, deden we de vergelijking heel vaak met Zweden maken. Van de ja. Zweden die heeft altijd al zeg maar een een beleid gevoerd betreft corona. En je zag daar dezelfde ontwikkeling als bij um, landen het waar zelfs dat. beter gedaan dan in Nederland? Ja, ja. En dat en maar dat zijn dingen die. Die mensen denk ik gewoon nou, door angst niet, uh, niet willen zien. En wat de, uh, wat de argumentatie nu is, is inderdaad dat het, uh, het niet beter gaat met de besmettingen. Mm -hmm. Het kabinet zegt nu eindelijk nou, dat we gaan kijken naar uh, de IC-bezetting, waar het in het begin om ging. Ja. Nu is het doen, in mijn inziens wat meer de bedoeling is. Uh, roept nu dus. Uh, zijn mensen denk ik na een jaar van dezelfde berichtgeving gehoord te hebben ze zijn het nu zelf aan het, uh, aan het benoemen ja maar de besmettingen zijn een voorbode voor wat, wat, wat op de IC gaat gebeuren dus we moeten niet nu gaan versoepelen want het gaat niet beter ja. terwijl ja het, het gaat Er was inderdaad een tweet ook van een paar dagen geleden van jongens laten we gewoon Laten we gewoon leren leven met dit virus. Want het gaat gewoon niet meer weg. Het gaat gewoon... ja, en los daarvan. We hebben inmiddels, als je de gevaccineerden en de uh, corona-survivors bij elkaar optelt. Zit je al op bijna 10 miljoen Nederlanders. Ja. Dat we, zei, we hebben al herd immunity. Mm -hmm. Weet je, het kan stoppen. En al die testen. Uh, één ding wat ik, wat ik echt om me heen zie. Is dat uh, als ik een keer hoor van bijvoorbeeld vrienden die een kind ergens op school hebben. Waar dan iemand positief is getest. En dan gooit die school dicht. Die mensen hebben nooit klachten, dus er worden mensen positief getest. Ze hebben gewoon geen klachten. Mm -hmm. En dat, ja, er is wel degelijk iets anders aan de hand. Mm -hmm. weet je? En dat, het, het is niet dezelfde situatie die het was in uh, uh, maart uh, 2020. Weet je, het is een andere. Er is iets anders aan de hand. En, en ja. Maar moest mensen... zo doorgaan bedoel je. Nou ja, maar ook gewoon dat mensen wel positief getest worden en waarom laten ze zich testen omdat het moet van een werkgever of omdat ze iemand in de omgeving hebben of omdat er gewoon sociale druk heerst van dan moet getest worden. Ja, daar gaat gewoon dus die test hebben gewoon een groot foutpercentage. Uh, dat één, dus je, je gaat veel vals positives krijgen, maar ook daarnaast zelfs als mensen besmet worden worden ze niet meer ziek want ze hebben het al een keer gehad mm -hmm. of misschien ja, weet ik veel. Muteert het virus in iets onge... Ik bedoel, dat is mijn speculatie. Ik weet helemaal niet wat dat mm -hmm. zo is. Maar ja, ik heb gewoon het idee dat mensen minder ziek worden of niet ziek worden. Eigenlijk niet ziek worden. Ik hoor gewoon heel veel verhalen van mensen die ja, positief getest zijn, maar geen klachten hebben. Ja, ja ik denk dat uh, wat we een paar keer geleden of een paar afleveringen geleden al zeiden, is dat ze blijven een beetje. Uh, peddelen met die varianten. Nu, nou, ik zag laatst een heel, ik wel een, uh, een film mm -hmm. over de varianten die dan vechten om, om dominantie, zeg maar. En, en de Britsen wonnen dan weer van de Braziliaans of zo. En het zijn echt heel veel varianten. En dat is, en dat, en daar zijn de vaccinaties ook niet tegen opgewassen. Dus, ja, dat, ik weet niet of dat verhaal bij mensen blijft vlakken. Ik denk echt van, uh, ik heb, ja, ik ken het verhaal. Ik heb het ja. van een half jaar geleden gezien. Weet je ja. die, uh, die back, of the future, back to the future, meme van, hey, you've seen this man. Weet je, ja, ja, ja. Elke keer als ik denk ook eens aan nieuws kijken. dat zijn een half jaar geleden ook. En het, ja. die Britse variant is ook Echt schoonlijk overdreven. Wat, wat het effect daarvan gaat zijn. Ja. Dus ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik hoop dat mensen het, uh, het, het gewoon over het algemeen gewoon zat zijn of uh... Uh, ik, moet, ik moet elke week op de pont hier naartoe en zonder mondkapje. En ik zie, dat, ik zie dat ik steeds meer medestanders krijg. Van oh, mensen die staan gest... er geen uitspuiters meer? Nee, die zijn sowieso weg, inderdaad. Ah, uh, cool, maar ook hoor. toen ze nog stonden, denk ik het ook gewoon. En dan krijg je ook ja. vaak geen reactie. Die hebben ook geen zin meer in joh. Die mensen, niemand heeft zin meer om te handhaven op dingen waar ze niet in geloven. De, maar dat vind ik interessant, want ik zie dat ook. Ik zie ook gewoon dat in supermarkten wordt er niet meer gezeurd over mondkapjes. Het is klaar. Ja. Ja, het is echt klaar. Mm -hmm. uh, maar ik zie dan wel opeens beelden van Rotterdam, van die ondernemer, die uh, soort van hardhandig, door die Boa's en die agent. Uh, uh, geslagen wordt en meegenomen wordt, omdat hij twee terrastafeltjes heeft neergezet, waar overigens niemand aan zat. Hmm. Ja, je hebt het niet gezien, nee. denk ik, maar dat, dat kwam voorbij op social media gisteren of eergisteren. Dat ik denk van ja, de, als er dan nog wordt gehandhaafd, dan zijn het weer dat soort agenten, die mm -hmm. voor mijn gevoel gewoon ideologisch bezig zijn en niet uh, bezig zijn met hun eigen hersens gebruiken, maar gewoon ja, een soort beleid volgen. aan het uitvoeren. Ja, die zijn aan het volgen. Ja. Heel naar volk. Ja. Dat, uh, en ik, ik heb zoiets van, ja, ik denk... Een grote schoonmaak door de overheid betekent ook een grote schoonmaak door de diensten die hebben meegewerkt aan, aan deze repressie, mm -hmm. je, die eigenlijk achteraf gezien niet nodig was geweest. Mm -hmm. ja. Dat, uh, ja. ja, ik denk dat het, we zijn natuurlijk steeds verder aan het uh, uitbreiden naar, naar bevoegdheden van BOA's. En ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Sowieso is het vind ik het hele idee van een BOA en hoe de politie nu opereert uh, niet passen bij een vrije samenleving. Maar ik vind het hele idee dat we uh, laatst hebben we uh, het verhaal gehoord van een uh, meisje die aangifte heeft gedaan voor verkrachting. Een zaak waar drie jaar lang niks mee gebeurt. Uh -huh. Een zedenagent die naar buiten treedt en die zegt van luister, dit is de standaard, dit is de regel, het is niet de uitzondering. Uh -huh. Maar vervolgens zien we wel al die agenten die dan soort van moeten handhaven dat je een mondkapje op hebt uh -huh. en niet naar tien naar buiten komt. En weet ik wat voor verzonnen onzin. Uh, uh, maar niet gewoon fucking verkrachters gaat opsporen, weet je? Ik bedoel, wat is daar aan de hand? Ja, dat is, en dat is natuurlijk al heel lang, nu helemaal met corona het probleem, dat, um, dat de politie zich met zoveel dingen bezig had waar, waar ze zich niet mee bezig moeten houden. En denk ik denk, een van de... Een, een heel groot punt bijvoorbeeld is drugsbestrijding. Dat zie je ja. natuurlijk vooral in, in het zuiden van Nederland een groot ding, maar overal wel. Er gaat heel veel energie, tijd en geld naar het bestrijden van, van drugscriminaliteit... En uh, in, in plaats van inderdaad uh, gewelds- en zedemisdrijven, dat is gewoon al heel lang bekend dat, dat, ja. dat er niks mee gebeurt. Overal, alle misdaden samen geloof ik, er wordt van de aangegeven misdaden, uh, wordt een kwart opgelost ja. in Nederland. En nou ja goed, dan kan je nog afvragen hoeveel van de daadwerkelijke misdaad wordt ook aangegeven. Zodat, ja. dat, dat, dat getal is sowieso lager dan die 25%. Maar als je kijkt naar inbraken en diefstal, dat is geloof ik 1% of zo. Ja, dat opgelost. is daar, daar, daar doet de politie niks mee. Kunnen ze niks mee doen. Um, ja, en nu komt daar inderdaad de, de, de corona bij. Ja, ja. Het, is, het, is, het is bizar. De politie moet zich gaan bezighouden inderdaad met. Uh, eigenlijk alleen met geweld en zedenmisdrijven. En inderdaad, uh, geen handhaving omtrent corona. Uh, drugs moeten we legaliseren. Dan heb, je, dan heb je een heel groot probleem überhaupt in de wereld opgelost met criminaliteit. En dan kan de politie zich bezighouden met. Um, met belangrijke zaken. En ik zou meteen voor willen pleiten dat de politie zich ook gedraagt zoals de brandweer. Dus ze komen als we ze bellen. En anders gewoon lekker binnen blijven. Daarom. <laughs> heel goed, heel goed. Hé, <laughs> hey, dan over politie gesproken. Uh, afgelopen uh, week zagen we de rechtszaak in Amerika tegen de agent die George Floyd um, om het leven heeft gebracht. Ja. En een rol in heeft gespeeld. Mm -hmm. uh, Dirk Chauvin, heet ja. hij. Um, ja, wat, hoe kijk jij... Ja, oh, ik bedoel, helemaal als half Amerikaan. Mm -hmm. Wat... wat hoe kijk je tegen de politie daar en wat daar gebeurt en wat daar gebeurd is? Ja, ik vind het, ik vind het een uh, een lastig verhaal, want je je hebt een beetje twee kampen daar natuurlijk, een, zeg maar de, de een <laughs> ja heel erg twee kampen inderdaad, de, de de BLM kant of de conservatieve kant en ik kan me eigenlijk niet vinden in 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 beide. Ja. En, en, in eerste plaats, zeg maar als, uh, als Libertariër, wil ik uh, dat, laat ik net zeggen, dat de politie zich anders gaat gedragen. De politie is in dienst van de samenleving. Maar dat betekent niet dat je moet patrouilleren en mensen in de gaten moet houden. Laat, kom maar uh, op zo hoogte als wij ze bellen. Ja. Um, en in, in Amerika is natuurlijk de repressie heel hoog. Dus ik ben heel erg tegen die repressie. Het is gewoon uh, de sterke arm der wet. Ja. Uh, ze voeren beleid uit waar ik niet achter sta. Uh, zoals bijvoorbeeld. Um, criminaliteit wat in Amerika nog erger is, wat in Amerika ook een geschiedenis heeft van um, uh, rassenscheiding. Mm -hmm. zeg maar in Amerika wordt uh, crack-cocaïne veel zwaarder, het daarvan of gebruik daarvan, wordt veel zwaarder bestraft dan normale cocaïne. En de ene wordt gebruikt in de arme buurt en de andere wordt gebruikt uh, door ja. de, in, in, de, in de rijkere buurten. In ja. de arme buurt is ook weer waar de Afro-Amerikanen zich uh, meer ophouden. Dus er is echt een. Um, het was, ten tijde van Jim Crow had je natuurlijk echt wetgeving die, die de, duidelijk was van dit is um, bedoeld tegen Afro-Amerikanen. Maar het is nog steeds langs andere lijnen, minder expliciet. Ja. Dus agenten die dat handhaven, dat is, dat is een slechte zaak. Dus de ophef die ontstaat naar zo'n uh, incident... Uh, vind ik aan de ene kant heel goed, omdat nou, we moeten macht altijd controleren. En dat ja. geldt zeker voor de politie, ja. uh, die wapens dragen en die mensen gewoon kunnen doden. Wat in Amerika dus ook veel veel er gebeurt: schering en in inslag. Ja. Ja. Aan de andere kant is het ook het verhaal dat, het, dat, ze, dat een, um, een narratief wordt gepusht dat, um, um, dat, het, dat, het, dat alles racisme is, zeg maar. Ja. en dat alles vanuit racisme voorkomt, en dat. Uh... Was in jouw ogen uh, de dood van George Floyd racisme? Nou, ja, vind ik moeilijk. Ik vind het, ik vind, sowieso dat verhaal is dus in, ook weer uh, wordt dus ook weer genuanceerder naarmate de tijd verstrijkt. Want eerst was het leek het um, dat er, um, ik, ik ben sowieso voor zijn veroordeling dat ik dat voorop van van die van die agent, want hij heeft gewoon Willens en Weens zijn knie op zijn nek gezet te lang en dat is gewoon excessief politiegeweld. En dat is ja. misschien wel inderdaad. Uh, dat is het voor mij voornamelijk. Ja. Een racistisch motief kan ik niet bewijzen. En eerlijk gezegd, in mijn ogen doet het er ook niet toe. En ik vind dat zo'n zo hele, hele rare trend geworden. Dat. Hate crime ja. zwaarder wordt bestraft dan andere crimes. Terwijl ja, mij interesseert niet wie mij schade, wie mijn knie op mijn nek zet, zeg maar welk wat, 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 wat je bij denkt, wie omdat, je vermoordt, om wat voor redenen. ja, ik bedoel, omdat je vindt dat ik uh, domme dingen zeg of dat ik een kleur heb, zeg maar. Weet je. Ja. Ik vind, allebei vind ik het vrij vervelend. Dus maar ja, goed, de, de, de hate crime, daarmee, kijk, als het puur random is wat er gebeurt, dan kan iedereen zoiets denken: van nou, oké, okay, dat is erg, het kan gebeuren, die agent moet geschorst worden, whatever. Maar als het een hate crime is, dan kun je het extrapoleren naar de samenleving toe. Dan kun je zeggen van wij kunnen allemaal slachtoffer hiervan worden. Want ik ben bijvoorbeeld onderdeel van de minderheid die hier het slachtoffer is. En het, uh, ook in de, in de media zie je dat als een, uh, bij een schietincident de slachtoffers uh, zwart zijn. dat het vaker in de krant terugkomt uh, waarin dat met name benoemd wordt. dan als ze niet zwart zijn. Dus voorbeeld was. Ook deze week, volgens mij, een 13-jarige jongen... werd doodgeschoten door een politieagent. Mm -hmm. Die had een airsoft wapen in zijn hand. Hij liet het wapen vallen mm -hmm. en werd toen neergeschoten. Mm -hmm. En dat... Um, uh, die jongen was, was blank, maar... Ik heb het idee dat dat aspect niet belicht werd in de media. Nou, vind ik dat niet erg. Want ik heb zo dat hij blank was. Ja, Ook oh, logisch, want ja. het is gewoon een slachtoffer. Moet mm -hmm. je dat benoemen? Ik weet het niet, weet je. Nou, ja, ik, ik vind dat wel, wel meet met een dubbele maat. Want je ziet dus ook dat uit onderzoek uh, blijkt dat Amerikaanse agenten zijn. Veel uh, meer hesitant om te schieten en, en, uh, en zeg maar in te grijpen als, het dus, uh, als de verdachten of als de personen dat een kleur hebben. Oh ja? Ja, en dat, is dus, en dat is die kant die dus niet wordt belicht. En, um, het wordt denk ik echt, na het, aan de ene kant, heel erg belicht. Ja. En dus over, uitvergroot. Uh -huh. um, en er wordt ook gezegd van ja, er, er is uh, een, 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 soort van, een soort van systemisch racisme richting. Afro-Amerikanen, waarbij iedereen in de politie daar zeg maar aan, uh, aan meedoet en, en de overheid. En ik denk dus dat het probleem is: het is, het is niet een, 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 een black versus white thing. Net wat het niet een rich versus poor thing is, het is een, een day in power en day without power. Dat is het probleem. Yeah. En ik vind die scheidslijn wordt elke keer verkeerd getrokken. Dat gebeurt dus ook in het debat met Black Lives Matter en, en dus George Floyd. En vandaag trouwens ook weer is een meisje neergeschoten die had zelf de politie gebeld en die is dus. Um, Um, die is, die werd ontstond een gevecht. En die is toen neergeschoten door een agent. En overleden, een 15-jarige Afro-Amerikaans meisje. Ja, het is heel heftig. En dat, daar duikt iedereen natuurlijk ook weer bovenop. Maar wat je daar ook ziet. Ik heb ook net voor de uitzending de beelden gezien van RT. Die had het op, op Instagram gegooid. Ze had een, wel een mes bij zich. Uh -huh. Dus dan is het, dus om het. Er wordt meteen geroepen: het is racisme. Ja. Um, en dat, dat is ook de reden dat ze meteen die beelden hebben vrijgegeven. Want je ziet dus dat, daadwerkelijk dat er een dreiging was van het leven van een andere persoon. Uh -huh. Ja, ik weet dan niet of het, of het, dan, of het excessief geweld is. Dat vind ik nog steeds heel heftig, want er is gewoon iets van drie of vier keer. Ja, ja, Aan de kant is hier ja. de moment, ik weet het niet. Ik kan er, maar het is genuanceerder dan, dan je ja. vaak hoort in de media. En dat. En dat ja, met George Floyd is dat is dat ook zo, want hij was ook high on drugs, hij had, had ja. ook iets gebruikt en is ook door bloedtest uh, ja. vastgesteld toch en zijn verhaal daarvoor, zijn gedrag in die winkel ja. laten zien, dat was niet. Maar ik denk namelijk dat de manier waarop de dood van George Floyd in beeld is gebracht, is bepalend geweest voor de impact van die zaak. Mm -hmm. Want het, het, ik bedoel, wat je zag was een bijna close-up gefilmd. Uh, tafereel, waarbij hij zegt. I can't brief, I can't mm -hmm. breathe. Die blanke agent met zijn knie overduidelijk een soort van ja, de belichaming is van de onderdrukker op dat ogenblik. En uh, George Floyd het, de belichaming is van het slachtoffer. Mm -hmm. Ik bedoel, het, is, het was zo goed in beeld gebracht dat ik als je als je het maar dat laten zien zonder de contact van dit is dit is een false flag mm -hmm. dus dit is mm -hmm. geproduceerd het ziet er gewoon te goed uit mm -hmm. te dramatisch uit en ik denk dat we, ja de kwaliteit van die beelden zorgt voor de voor de voor de ja. impact en de ophef die eruit voortkomt dus daarbij heb ik zoiets van ja misschien dat, dat die beelden waren zo heftig dat juist iedereen kan er zijn verhaal in kwijt weet je aan de ene kant conservatieven uh, kunnen er een verhaal in kwijt van kijk eens eventjes uh, uh, die agent doet bij wijze van spreken niks verkeerd, uh, want de knieklem, weet ik veel, dat was wel toegestaan onder bepaalde omstandigheden. Weet ik. Maar goed, als je je vereenzeldigt met George Floyd, is heb je zoiets van, wat the fuck doet die agent daar? Mm -hmm. weet je? Die kerel ligt op de grond, is weerloos, er zitten twee agenten bovenop hem. Waarom? Ja. Wat, is dat, wat is het nut daarvan? Ja. En daar hebben ze ook gelijk in. Ja, ik denk ook, ik, ik kan ook ik, dat er helemaal ook hoekert tegenaan kijken. Het was helemaal omdat hij een gegeven moment gewoon... Weg begint te zakken en je nog steeds ja. heb je de knie op, op zijn nek. Ja, dus ja. echt excessief politiegeweld, wat daar gewoon um, plaats heeft gevonden. Um, maar ik denk, in, 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 en hij heeft het niet verdiend om dood te gaan. Ook het feit dat hij drugs heeft gebruikt, is niet een reden dat hij dood mag gaan. Het feit dat hij claustrofobisch leek te zijn en niet de auto in durfde, of misschien door de drugs dat niet durfde, is ook geen reden. Um, dus die veroordeling is 100% terecht. En ik denk dat. Ik vind het, het poly, polariserende verhaal gewoon heel heftig. En dat zie je in Amerika steeds. Uh, Steeds meer. En ik had het vorige week over Martin Armstrong met Armstrong Economics dat En de reden dat ik dus bij hem ben gaan volgen, is omdat een vriend van me echt al drie jaar roept dat zijn algoritme heeft voorspeld dat er civil unrest zou komen van een hele grote ja. aard. En ik dacht ja, het zal wel. Ik, in Amerika. ik zie het niet gebeuren drie jaar geleden. En toen gebeurde het dus een jaar geleden. En toen dacht ik in één keer van wow, ja. toen ben ik hem ook meer op de voet gaan volgen. Maar je ziet dat dat um, dat. dat Steeds heftige vormen aan, aanneemt. En ik denk omdat we niet meer de nuance durven te maken in het verhaal van er uh, speelt meer. Je kan, ik, heb, ik zeg tegenwoordig ook, ik heb geluk dat ik een kleur heb. Ik kan me makkelijker over dit soort dingen uitspreken dan, dan jij bij wijze van spreken. Ik word er minder op aangekeken <laughs> dan. Uh, um, tenminste, dat, 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 ik heb mensen die, dat, die niks meer hierover durven te zeggen. Omdat ja. je meteen een, 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 een racisme of zo. Ik vond totaal trouwens ik moet nu denken aan die volkskrant cartoon van Maurice de Hond. Ja, 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 ja. Die is neergezet als uh, als puppet puppet Master. master. Ja, ja, en dat wel, ja, en dat deed heel erg denken aan hoe uh, nazi's of hoe in het in de tijd van de Tweede Wereldoorlog Joden werden ja. neergezet. De Jood werd neergezet ja. die manier. Ja. Ja, ja, dat. En en ik zag toen bij iemand uh, op, uh, op social media die die kent die die Joods is die deelde cartoons inderdaad van uh, voorbeelden ook van bijvoorbeeld van Soros. Ja. En hij zei, het wordt vaker Dat Dus Orban heeft dat gebruikt, ja. ja dus met Soros ja. en daarboven weer Rothschild en zo. En toen ja. dacht ik, oh, interessant. Want ik, ik dacht al dat... Soros die trekt gewoon aan, aan achter de schermen aan, hm. aan, uh, aan knoppen. Um, en dat dacht ik al voordat ik wist dat hij Joods was, zeg maar. Dus ja. ik, toen vroeg ik ook van, maar wat vind je dan? Hoe kan, kan je hier nog over uitspreken dan? Kan je nog zeggen dat je vindt dat hij een bepaalde rol speelt? Want hij heeft gewoon een mail gestuurd aan Hillary Clinton. Ik vind dat jij die persoon ambassadeur moet maken. Ja. Um, kan ik je daar nog over uitspreken? En ik, hij heeft niet gereageerd erop. Maar dat, dat vind ik lastig. En nu ook met, met, met Black Lives Matter en alles wat daarom gebeurt. Het wordt zo moeilijk om je uit te spreken over dingen die wel gewoon besproken moeten worden. Ja, ik, vind, ik heb een boek gelezen dat heet uh, When Money Dies. En dat is, gaat over de Weimar Republiek in Duitsland. Eigenlijk de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog toe en de hyperinflatie van de, van de markt toen. Mm. En het bizarre is dat uh, daar zag je dat zware of de hyperinflatiefase kwam op het einde. Maar die, die inflatiejaren lijken heel erg op wat er hier gebeurt. Dus de hyperinflatie zelf was maar een relatief korte periode. Maar in aanloop daarna was daaraan was, was eigenlijk of in aanloop daarnaartoe was iedereen aan het speculeren op de beurs en iedereen. Was Rijk. Weet je? Want mm -hmm. ja, als je ook maar iets in handen hebt, dan wordt dat meer waard. Weet je? Dat was iedereen aan het doen. Maar het interessante is, dat de polarisatie lijkt heel erg op wat er nu gebeurt. Eigenlijk alles wat daar gebeurde, lijkt op wat er nu gebeurt. Dus die polarisatie had je ook. En het vreemde is dat zelfs in het licht van wat we nu weten, ik bedoel, nu weten we wat Hitler uh, geworden is, maar wat je toen had was aan de ene kant van de de establishment, dat was de uh, uh, ja zeg maar de 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 keizer en het de, nee, oude, de, de oude establishment daar die als verraders werden gezien, want die hadden Duitsland eigenlijk in eerste wereldoorlog uh, uh, weggegeven aan de Fransen en de mm -hmm. eerde. Um, en aan de andere kant had je de bolsjewieken. dus je had die twee uitersten van die establishment en extreem links, en toen kwam uh, door die polarisatie eigenlijk kwam werd er ruimte gekeerd in het midden voor Hitler. En die was namelijk in het begin maakte heel erg gebruik van het zijn van de redelijke middenweg. Mm. En nou ja, goed, waar dat toe geleid heeft, dat is mm -hmm. geschiedenis natuurlijk. Maar het bizarre is dat die polarisatie is gevaarlijker is op een andere manier dan alleen die polarisatie. Weet je, de, de krachten die dat losmaakt. Die kunnen gigantisch zijn en iedereen onderschatsen. Mm. En dat, dat valt mij op van die discussie als je het hebt over Black Lives Matter of wat dan ook. En weet je, ik ik, bedoel, ik kan er met vrienden ook uh, over discussiëren. En ik merk dat ook vriendengroepen daar behoorlijk uit elkaar liggen. Maar het werkelijke gevaar van die discussie is hem niet voeren. Mm -hmm. omdat, die, omdat het beladen is. Ja. Want als je dat doet, dan voed je die polarisatie en creëer je ruimte voor die. Ja, een vacuüm voor een partij waar iedereen wel mee kan leven. Mm -hmm. Maar Eigenlijk weet dat ze knettergestoord zijn, mm -hmm. en dat is het. Dat is het, het enge aan die aan dat niet iets kunnen zeggen. Ja. ik bedoel, als je niet een Jood bent, mag je dan geen mening hebben over dat George Soros als puppetmeester is neergezet door Orban. Ik vind dat je daar mening over dat maakt niet uit wat die mening is. Ja. maar ik vind, ik weet niet hoe jij er tegenaan kan, maar voor mij is dat ook wat het libertarisme is, is dat je, je probeert de bullshit weg te filteren. weet je. Het gaat echt terug naar die, naar die, naar die basis van wat is vrijheid van meningsuiting? Mm -hmm. Het is niet vrijheid van zeggen wat je denkt en een ruzie maken met anderen. Nee, het is ook andermans mening respecteren, een wegen desnoods uh, 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 over je schouder weggooien. Maar het, het maakt niet uit als je maar die discussie met elkaar kunt voeren zonder dat daar allerlei ja, onzin bij mm het -hmm. kijken. Vooral politiek correcte onzin. Mm -hmm. En dat is wat we nu zien. En ik, heb ja. precies, ik vind dat dus een groot probleem. Dat, dat niet kunnen praten of bijna niks niet. Mm -hmm. Over corona had je het zelfs al. Weet mm -hmm. ik bedoel, die kut ja. en, en nog steeds <laughs> zijn mensen die dan zeggen: Ja, maar dat mag je niet zeggen. Ja. Je. Ik, zou, ik mag alles zeggen. Ja. En dat is het rare van, van deze tijd. Dat we gewoon weer aan het herhalen zijn. Wat er toen in Duitsland is gebeurd. Ja. Heel, heel gevaarlijk. Ja. Ik ben benieuwd. Uh... Um, wat je gaf aan zeg maar, dat, is, dat de inflatie toen heel hoog was. Iedereen heel rijk werd en daarna zeg maar, het misging. En dat is wel interessant aan die Martin Armstrong, die heeft dus een algoritme opgesteld op basis van financiële data, op basis van inderdaad, wat doet een munt in ja. de geschiedenis. En dat bleek dus uiteindelijk een precursor te zijn voor andere events. En nu, Absoluut, en nu ja. hier weer. Dus nu zie je natuurlijk inderdaad dat we in dezelfde situatie zitten. Dus ik vind het heel interessant. Ik denk dat daar nadat het. Dat uh, nou ja, we hebben het lang niet over gehad, maar dat sound money natuurlijk een, een, een misschien wel een beetje een silver bullet is voor heel veel, heel veel problemen die we kennen. Maar ja, betreft betreft het publieke debat inderdaad. Ik geloof in een onvoorwaardelijk, onomvreembaar recht recht van, van meningsuiting of um, freedom of speech in het, in het Engels. Ja. En zoals met een aantal andere rechten die ik onomvreembaar vind. En het gaat niet. Um, ik hoef niet het eens te zijn met jou, om wel jou dat recht te gunnen. En dat is belangrijk, want ook weer in het licht van mensen zijn uh, niet uh, uh, om, uh, alles, ken, alles wetend. Mm -hmm. Dus je moet er samen uitkomen van waar gaan we naartoe? Wat is nu de waarheid? We zijn, ja. Ons brein is redelijk beperkt in het, in het um, achterhalen van de waarheid. En ik denk dat je daar alleen maar in gesprek en discussie. Naartoe kan, uh, kan komen. Dus je moet dat in vrijheid kunnen, ja. kunnen doen. En als dat niet gebeurt, inderdaad, dan krijg je dus een. een um, um, dat, dat zei Edward Snowden, die zei. Wat, uh, wat ze doen, is dat, er, dat, dat ze de scope heel gaan beperken zijn van waarbinnen jij mag praten. Mm -hmm. Maar binnen die scope heb je een hele letere discussie, inderdaad. Ja. Dus, uh, en dat is precies wat er nee, gebeurt. Edward Snowden, dat was uh, uh, Chomsky. Ja, ja klopt. Ja. Maar het was dat hij hij. Uh, uh, hij quote inderdaad Jomsky, inderdaad in, 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 dat, in, dat, uh, in, dat, in dat stuk. En dat is precies inderdaad wat er gebeurt. Dus je ziet gewoon dat we het maar op een heel smal spectrum mogen gaan praten en ja. dat alles daar buiten taboe is. ja, Zo ontdek je niet, zo kom je niet vooruit als samenleving. Het, is ja. heel, het vindt heel backwards. Nou, je, je, we gaan letterlijk achteruit. En ik denk ook dat als je kijkt naar bijvoorbeeld politiegeweld, wat ik zie gebeuren uh, in Nederland bijvoorbeeld, uh, als je kijkt de, um, uh, we hebben de buitenparlementaire enquêtecommissie die dan uh, die gesprekken aan het voeren is met agenten, die ze dus uit de school klappen en zeggen hoe dat er intern aan toe gaat. En dan zie je dat daar dus gesprekken plaatsvinden van ja, we gaan wappies mappen voordat ze het Malieveld opgaan. Met andere woorden, ze hebben uh, de bevolking die eraan demonstreren is... die dus eigenlijk gebruik maakt van een recht van vrijheid van meningsuiting... Uh, al gelabeld... Als, die hebben ze al gedehumaniseerd. Ge, ge mm -hmm. Wat soldaten ook doen ja, als ze de oorlog ingaan. Ja. Mm -hmm. Weet je, want je kunt geen geweld gebruiken tegen een ander mens als je dit andere mensen als gelijkwaardig beschouwt. Dus je moet iets verzinnen, een soort narratief waarbij het geweld gerechtvaardigd is. En dat zie je gewoon gebeuren hier. Maar dat mag de politie nooit doen tegen de eigen bevolking. Mm -hmm. Ik bedoel dat ze een monopolie hebben op geweld zou een een, een uh, waar ik overigens uh, uh, mijn vraagtekens bij heb. Maar anyways, dat zou een Reden te meer moeten zijn dat ze dat, die verantwoordelijkheid kunnen dragen. En dat gebeurt niet, want ze leren niet discussiëren. Weet je? Ze leren je uh, te labelen en weg te zetten als puntje, puntje, puntje. Dus kunnen ze uh, geweld gebruiken. En om terug te gaan naar George Floyd, ik denk dat dat hier ook gebeurd is. Dus ik denk dat George Floyd uh, een aantal, um, uh, hoe noem je dat, aan een aantal voorwaarden voldeed. Namelijk waarschijnlijk had drugs gebruikt, uh, misschien. Paste die in een uh, signalement van iemand die geweld. Want dat het raar is, Derek Chauvin heeft met George Floyd samengewerkt. Nog best wel lang ook. Ze waren uitsmijter bij dezelfde nachtclub. Oh echt? Ja, daar hebben ze heel lang samengewerkt. Dus de kans is aanwezig dat ze elkaar kenden ook. Mm. Ze hadden geen vrienden geweest zijn. Werkte daar. Het was een vrij grote mm. nachtclub. Er werkten 200 mensen. Mm. Um, maar ze hebben elkaar vast gezien. Dus misschien dat hij wel een, hij had een idee had over wie hij daar tegenover zich had. Hij zag in ieder geval George Floyd niet als iemand die uh, uh, toevallig een overdosis had genomen en hulp nodig had. Nee, hij zag hem als een dader en iemand die fysiek gerestraind moest worden. Mm -hmm. Een verkeerde inschatting. Sowieso. Ongeacht alle andere uh, dingen die speelden. En ik heb zoiets van: ja, dat, is, dat lijkt me als politieman lijkt me dat het allermoeilijkste. Dat je, je moet, aan de ene kant moet kunnen inleven in de mensen die je voor je hebt, en aan de andere kant ook nog eens een keertje de soort van veiligheid moet kunnen bewaren. Ja. Dat is gewoon ontzettend moeilijk, lijkt mij. Maar... Ja, en dat is net ook weer de andere kant van het verhaal dat, dat het natuurlijk gewoon helemaal in Amerika een hele zware baan is. Ik bedoel, ik heb ook genoeg filmpjes gezien. Dat kwam ook een beetje um, als, als um, tegen, tegen beweging, zeg maar, tegen het verhaal dat um, uh, agenten alleen maar zeg maar, triggerhappy zijn. En ik ben de laatste die het op zou nemen voor agenten, maar nogmaals, mm -hmm. ik ben voor de nuance. En ik zie dus ook heel veel uh, traffic stops, waarbij. Mensen gewoon zonder blik op lozie direct begint te schieten met AR15. <laughs> ja. En agenten agent dat gewoon niet overleven. Ja. Dus dat is natuurlijk ook de stress en druk waar, waar ze onder, onder staan. En ja, ik, ik ben dat nog steeds. Het is je baan, dus je moet daar inderdaad goede training voor krijgen. Dat is ook denk ik een probleem in, 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 in misschien wel ook in Nederland, sowieso in Amerika dat die training voorafgaand, zeg maar de-escalerend optreden, er, er gewoon niet goed, het goed allemaal, in zit. Het zijn allemaal veteranen. Ja. Waarschijnlijk in een groot geval hebben ze nog PTSS ook. Uh, uh, die vervallen in wat ze geleerd hebben in Irak en Afghanistan. Ja. op het moment dat ze in een conflict situatie terechtkomen. Dat kun je ze bijna niet kwalijk nemen. Mm -hmm. Dat is een groot probleem. Ja. En dat, je hoort daar nooit wat over. En je ziet, ja, en je ziet ook wel. en er wordt er bijna een beetje op ingespeeld, Want je ziet ook dat. De, um, de, helemaal in Amerika, maar ook hier. de outfits en zeg maar. De, hoe de agenten eruit zien. er ja. steeds meer militaristisch. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook. Ik zag laatst een. Uh, van mijn EMI met het. Het oude uniform van Agenda... oh ja, dat zag er zo ja. veel vriendelijker uit... dan zeg maar nu het zwart met die, met die neonstrepen... en redelijk strak ingepakt. Het lijkt bijna een soort van... Het, is, het lijkt al riot gear, zeg maar. Ja, ja. Het ziet er niet uit alsof je iets leuks komt doen. Terwijl die vorige met die pet op en zo... Dat zag het nog wel een beetje... Maar ik vind eigenlijk dat agenten geen wapens mogen hebben. Ja. Wat je in, uh, in, Engeland, in, in nou. Engeland hebt inderdaad. Ja. En ik denk dat er... Er is geen reden voor agenten om wapens te hebben. En als er wapens nodig zijn... Dan bellen ze maar een arrestatieteam. Of ja. weet ik veel. Mm -hmm. Maar um, in principe moet je een situatie kunnen deescaleren zonder wapens. Elke uitsmijter weet hoe dat moet. Mm -hmm. Weet je, waarom moeten agenten uh, uh, een pistool en nu ook weer een teaser en een knuppel en God weet wat dan moet dadelijk hebben ze messen. Ja, weet ik veel. Dat je ook. Daarom ja, ja. Die, die moeten. Dat is helemaal een ding. Ja. Je, die hebben nog niet eens de training gehad. Die nee. hebben nog niet eens de. Ja uh, goed, oké. Okay. <laughs> <laughs> dat uh, ja, dat zijn dingen dat. Hey en um, oké, okay, dus dat uh, uh, de uitspraak uh, van die zaak is acht weken of acht weken volgens mij ja zoiets ja. We, de, hoe um, we, we hebben namelijk ik weet niet of je dat gezien hebt maar um, er is politieke druk uitgeoefend op die jury voor die uitspraak hm. dus we, wat je ziet is dat prominente politici uh, zich uitspreken in die zaak en ik ben even de namen kwijt het zijn wel lokale politici maar er zijn uitspraken geweest van politici en, dat, en ik heb zoiets van dat zou of tenminste ik zag een commentaar Waarin gezegd werd dat zou reden genoeg zijn voor die rechter om die hele zaak uh, te seponeren. Mm. Omdat uh, je mag de jury niet beïnvloeden. Mm -hmm. En dat deze zaak nou eenmaal uh, overal op de voorpagina staat. Yeah. Ja, dat wil niet zeggen dat je de jury mag beïnvloeden. Mm -hmm. Dus dat over het algemeen is dat een mistrial. Dan mm. is het gewoon klaar over en uit. Mm. En dat, uh, um, ja, dat zou niet eens onredelijk zijn gezien nee. de, de invloed. Van ja, wat de media gedaan heeft en, en hoe de politiek zich hiermee bemoeit. Het is onmogelijk om een uh, onafhankelijke zaak ja. te hebben op deze manier. Zelfs Biden heeft zich erover uitgesproken. In ieder geval daarna ik weet niet of het daarvoor ook heeft gedaan. Maar die heeft ook gezegd inderdaad, van, dit is een, uh, een, een hele goede zaak. En dat, maar goed, los van of het waar is of niet, inderdaad, om in die positie daar iets over te zeggen. Inderdaad. En met je, ja. die scheiding der machten is, is ook nu al lang de deur daar in Amerika. Dat, uh, ja. um, dat ja, een slechte, slechte zaak. Ja, hey, laten we het nog even kort over Rusland hebben. Ja. Jij noemde het net voorafgaand aan deze opname de aanstaande oorlog met Rusland. Ja. Ik heb, uh, ik heb een aantal podcasts gedaan met Daan de Wit, uh, onderzoeksjournalist. En die heeft een uh, boek geschreven dat heet De aanstaande oorlog tegen Iran. Mm -hmm. En uh, die is nog steeds niet. <laughs> er zit, van... zit, zit ook aan te komen volgens mij. Ja, maar ik, uh... al, al hoe lang? Al, ja, al lang. Al, al heel lang. En ja. ik heb dat idee met Rusland dat ik denk van. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee, nee weet je waarom? Ik denk dat uh, NAVO, de NAVO-donders goed weet dat ze een groot probleem hebben. Mm -hmm. Dat ze daar namelijk. Um, ik bedoel, de NAVO is heel groot in Europa. Maar de gevolgen van een oorlog tegen Rusland. kijk, als ze hem lokaal kunnen voeren in Oekraïne, dan misschien dat zou kunnen. Uh, en door proxy, of weet ik veel wat, dat zie ik misschien nogal gebeuren. Maar Russische tanks uh, door Parijs en, en dat. Ik, of Amerikaanse tanks in Moskou, ik mm -hmm. zie dat gewoon niet zo snel gebeuren. Nee, misschien niet met een grondoorlog inderdaad. Maar ik vraag me af wat, uh, wat er gebeurt nu met Iran. En ik, ik vind een van de meest opzienbarende uh, filmpjes die ik ooit heb gezien. Op, op YouTube was van General Petraeus. Ja. De oude opperbevelhebber van het Amerikaanse leger. En dat is een interview wat hij geeft. Ik weet niet meer aan wie. Uh, maar dat was ergens na 9-11. Mm -hmm. Maar hij doet daar een verhaal over. de keer dat hij bij het Pentagon over de vloer kwam. na zijn functie. Nou, dat heb mm -hmm. En dat hij. Um, Sprak met um, een van de Rockefellers die ook in de senaat zijn, ik ben even zijn naam vergeten. Er is een Rockefeller, die is ook senator heel lang. Okay. En um, die vertelde een verhaal voor 9-11: van ja, we gaan Afghanistan aanvallen. Het vertelt die opperbevelhebber, oud opperbevelhebber van het Amerikaanse leger. En op het moment dat hij dat zegt, nou ja, goed, hij, hij, hij schrijft dat aan de kant en, en, en denkt het niet meer aan. En vervolgens mm. gebeurt dus 9-11. Mm. En Na 9-11 gaat hij terug, is hij weer op het Pentagon. En, Komt hij uh, hem weer tegen en heeft hij weer dat gesprek over? Oh, gaan we nog naar Af Afghanistan? Hij zegt oh, het is veel erger dan dat. Hij zegt We gaan naar Afghanistan en dan Irak en Libië, Syrië en uiteindelijk Iran. Hij noemt een heel rijtje met landen op. In 2002 of 2003, geloof ik, was dat, was dat ding over wow. de agenda van de, het Amerikaanse leger. Ja, en. Dat zijn allemaal landen die natuurlijk niet per se met Amerikaanse tanks zijn overrompen, maar wel waar het regime onver is geworpen. Ja. De laatste is natuurlijk gewoon Syrië waar ze dat niet helemaal lukt. Ook omdat Rusland inderdaad daar uh, ja. weerstand uh, biedt. Maar er is, ja, ja, er is een, een, een lijn van, van agressie gegaan vanuit, vanuit Amerika, waar dus volgens die oud bevel hebben, waar die niet meer over wil reageren. Als je nu aan hem vraagt, dan negeert hij die, die vraag. Ja. Dus er zijn mensen zijn natuurlijk daarachter gekomen hebben dat ook weer aan hem voorgelegd. Maar je ziet dus wel een lijn, en ook met Iran natuurlijk, dat dat. Dat is elke keer op het puntje van, dat, van escalatie. Ja. Ook met Trump. Dat Trump die heeft zelf gezegd dat er. Um, dat was. Eerst heeft hij die generaal omgelegd. Dat mm -hmm. was, geloof ik, in Irak. Heeft hij die generaal gebombardeerd. Vervolgens werd er een legerbasis beschoten door Iran. Um, um, nee, dat, van, dat was eerst volgens mij. Volgens mij was de moord op die, die generaal was de, was de reactie was de, op, op die uh, legerbasis. Oké, okay, ja. En, en uh, vervolgens. Ja, klopt inderdaad. ja. Want dan, nou, maar ik zit even te kijken, want er was op een gegeven moment, een, wilde zij ook weer een tegenaanval doen, volgens mij, van neerhalen of niet drone. Dat was het, inderdaad, er werd een drone neergehaald. Ja. En toen zij, toen um, wilde het leger dus inderdaad een, 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 een tomahawk-strike um, maken. En toen um, heeft Trump, geloof ik, echt um, halverwege die aanval gezegd van, uh, nee, dat gaan we toch niet doen, want hoeveel doden gaan er vallen? En hij vond het aantal doden wat zou vallen. Um, Burgerdoden vond hij te groot voor het neerhalen van, uh, van een drone. Ja. Maar er is dus al continu zeg maar, spanning gaande. En nu met Biden die lijkt het nog een keertje op te voeren. Ja. Dus, ik, dus en het, is, het is natuurlijk iets wat al heel, heel lang en heel vaak speelde. Is blijkbaar gedreven door macht of gedreven door geld. Een en agenda gaande voor conflict. Uh, een van de berichtgevingen tijdens de oorlog tegen Gaddafi was dat een. een een van die, van die vergatten van Amerika. die schoot, geloof ik, een stuk of honderd... van die Tom missiles af in één keer. En die dingen kosten 25 miljoen per stuk. Het is gewoon, het is gewoon een business. Ja, het is ook een business. En, en ik weet niet. Ik weet niet. Ik, nu met, met Oekraïne. daar zie je inderdaad natuurlijk dat. Uh, er is troepenopbouw aan de grens. Uh, ik zag eerst bij Anno Wellens, trouwens, was eerst. waar ik dat zag. die had een filmpje gedeeld van. de, um, de treinen die dus tanks naar de grens aan het, uh, aan het ja. rijden zijn. En dus. De, ja er de Gebeuren daar dingen? Ik weet niet of we uiteindelijk die, die tanks kunnen makkelijk naar het Oekraïne binnen 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 stroom. En mm -hmm. uh, de NAVO heeft al taal uitgeslagen dat dit dit niet vindt kunnen dat Rusland zich moet terugtrekken. Die moet bemoeien zich ermee terwijl Oekraïne niet lid is van de NAVO, wel geloof ik aspirant lid of ze willen wel lid worden, maar het is nog geen lid van de NAVO. Dus er okay. gebeuren daar wel uh -huh. geopolitiek gebeurt er heel veel en en. Um, en je ziet dat de taal, vooral vanuit Amerika, vanuit Washington steeds, um, steeds heftiger wordt. En ook dat de NAVO's uh, top steeds meer um, zeg maar hun spierballen willen laten zien. Ja. Dus ik vind het een... Ik vind het een um, misschien gebeurt het goed, niet inderdaad. Ik, ik weet weet dat... je waarom ik denk dat het niet gebeurt? Dat nee. is Duitsland. Kijk... Duitsland heeft geen zin in een oorlog op de. net over de grens. Het ja. scheelt niet veel. Weet je. Ik bedoel, ja. Polen zit er nog tussen, maar mm. Polen is gewoon een Europees land ook. Die zullen er ook niet op zitten te springen nee. dat er uh, oorlog met Rusland daar plaatsvindt. Ik denk ook dat de Duitsers snappen, uh, meer nog dan de bijvoorbeeld de Fransen en de Engelsen, dat de Russen Europeanen zijn. En dat. Uh, um, ik denk dat die dat gewoon geveto. En ik denk dat het in het verleden al eerder gebeurd is. Dat uh, Merkel een, 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 ja, een escalerende situatie met Poetin. On, ja, een soort van de angel eruit heeft gehaald. Want ik, ik denk echt dat Duitsland is key in dit. Ik bedoel, al die soldaten, al die tanks. Die staan nu allemaal in Duitsland. Weet je? Dit, dit draait eigenlijk om Duitsland versus, uh, uh, versus, uh, um, uh, versus uh, Rusland. Als het uit uit, uit mm. de klauwlamp. Ik de mm. Amerikanen die... Ja, weet je, die hebben de, daar natuurlijk grote basis zitten. Er zitten veel militairen. Oké, okay, maar dat is niks nieuws. Maar ja, Duitsland loopt met name gevaar. Wij ook natuurlijk. Maar wat zal Nederland daarvoor? Um, de mm. Fransen en de... Um, hoe heet het? En de Britten zitten wat meer uit de vuurlinie. Uh, ik denk dat dat de reden is dat het niet gaat gebeuren. Mm. En ik, ik sluit niet uit dat er in Oekraïne wel eens wat zou kunnen gebeuren. Um, maar ik denk eerlijk gezegd... Ik denk dat MH17... Het al in zich had om een trigger te zijn voor groot gesodemieter met Rusland. En uh, er is daar te veel wat het daglicht niet kan verdragen. Dat nee. zag je ook met uh, het onderzoek van Kees van der Pijl, volgens mij. Die heeft veel onderzoek naar gedaan. En die zegt van: luister, het feit dat dat vliegtuig uh, vanuit de verkeersleiding, vanuit Kiev, te horen kreeg dat ze lager moesten gaan vliegen, dat slaat helemaal nergens op. Dat zou onder geen enkele andere situatie gebeurd zijn. Dat waren geen Russen die zeiden dat het vliegtuig mm -hmm. lager moest vliegen. Daarnaast er vloog een ander vliegtuig, vermoedelijk van een Russische hooggeplaatste overheidsfunctionaris die neergeschoten zou moeten worden. Met andere woorden makkelijk om misinformatie te sieren naar uh, de opstandelingen toe. Het is natuurlijk niet super georganiseerd. Mm -hmm. het waren waarschijnlijk wel uh, uh, het waren absoluut Russische skutraketten, maar God weet, door wie die zijn afgevuurd. Nee, nee. weet je. Dus hoe dat daar precies in, in, in elkaar zit, dat, het is nog niet duidelijk. Maar Laxorg Rusland heeft geen belang in een oorlog met, met het Westen. Op een of andere manier lijkt het belang wel aan de andere kant te liggen. En ik, ik vind dat wel interessant, want was het. Wie, wie was dat nou, die, uh, uh, god ik trek hem heel slecht, die, die, die diplomaat die toen in de VN die speech heeft gehouden over hoe de laatste minuten waren van de mensen aan boord van MH17. Een hele emotionele speech heeft hij gegeven. Hoe heet hij nou? Um, goed, anyways. Um, uh, en, maar het grappige is dat hij toen niet heeft gezegd, hij heeft niet aangestuurd op escalatie. Hij heeft gezegd van luister, dit is een groot verlies, het is een groot drama, wij moeten dit zien te verwerken. Punt. Het was niet van we willen wraken. Het was mm -hmm. niet de normaal gesproken Amerikaanse oorlogsretoriek... die je hoort in dit soort situaties. Dus het was echt opvallend dat er vanuit Europa... een move is geweest om dat, dat te deescaleren. En nou ja, goed, onder Trump is dat natuurlijk ook... Uh, een hele andere kant op gegaan. En nu is Biden er weer en nu gaan we weer. En we weten allemaal dat Hillary Clinton... Uh, bovenaan de lijstje had Rus, uh, oorlog met Rusland. Mm -hmm. Dat was belangrijk dat dat gevoerd moest worden. Ja, dat ligt nu weer op, op de loer. En de vraag is gewoon van hoe... Verenigd is Europa in het geven van tegengas tegen, uh, te, ja, tegen de Democraten in Amerika. Mm. Mm. En ik denk eerlijk gezegd, daar zijn ze best goed in. Want mm. er, is, er, is geen Amerika of er is geen Europeaan die oorlog wil met Rusland. Nee, dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat Rusland het zelf ook niet wil. Nee. Nou ja, en misschien dat Amerika zich binnenkort uh, bezig moet houden met, uh, met Iran. Nou ja, de, dat. Is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Weet je? Iran is in, alleen uh, maakt Iran geen van kans tegen Amerika. Maar je weet, van je hebt Rusland en China, het mm -hmm. wordt een proxyoorlog. Mm -hmm. En Amerika kan niet zoveel van die proxyoorlogen voeren. Dat is waarom ze Saudi-Arabië bijvoorbeeld tot de tanden toe hebben bewapend. Mm -hmm. En of eigenlijk is dat misschien meer door Israël gebeurd, nog maar um, direct, een direct conflict, het is duur, het kost ontzettend veel levens, het is politiek niet heel erg aantrekkelijk. Um, ja, weet je, daarnaast hebben ze ook nog Taiwan, uh, waar China. Uh, ik bedoel, het is een soort kruidvat. Uh, uh -huh. En dat allemaal binnen de context van hyperinflatie, waar alle landen mee te maken hebben. Rusland misschien nog wat minste. Rusland heeft de meest gezonde economie van alle uh -huh. betrokken wereldmachten. Dat is ook nog zo uh -huh. bizar. Maar goed, dat. Um, ja, dus de, ik, zie, ik zie dat gewoon. Ik zie het niet gebeuren. Omdat als het wel gebeurt. Dan, ja, dan heb je echt een derde wereldoorlog. Want, ja, want het, gaat naar, ja. het gaat naar Taiwan. Als China het aan de stok krijgt met Amerika, openlijk over Iran bijvoorbeeld, of, of misschien wel ergens in Afrika, of, of meer direct dat ze, dat ze Taiwan binnenvallen, dat wordt een groot gezeik. Uh, Rusland uh, uh, kiest kant, uh, doet misschien mee in Iran, maar ook wel misschien pakt gewoon heel Oekraïne erbij. Gaat Amerika op drie fronten. Uh, oorlog voeren, ik kan me niet voorstellen. En het, 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 ook daar zie je gewoon, van, ja, die die dollar, die is gewoon, die is een geld, die, die geldontwaarding is krankzinnig. En dat gebeurt nu al. Er is nu meer geldcreatie dan we gezien hebben uh, in de volledige tijd na 9/11 met de oorlog in uh, in Afghanistan en Irak. Dat, ik bedoel, kun je nagaan wat het gaat kosten om tegen Rusland en China te vechten op drie verschillende fronten. Dat wordt ja. Maar is dat juist niet een reden dat ze, dat ze het wel willen doen? Is dat juist niet een reden om dat de dollar gaat vallen en zo ontwaard... dat je zegt: nou Oké, okay, dan maar even de boel afleiden met een, met, met een oorlog en dat, dat uitstellen? Ja, behalve dat als je die oorlog niet wint, is het over met de dollar. Mm -hmm. is het is direct klaar. En dat uh, is een groot risico. Mm -hmm. De kans dat ze die oorlog niet winnen is ook aanwezig. Kijk, de reden waarom ze het bijvoorbeeld wel zouden doen, is dat ze militair gezien China nu nog wel de baas kunnen. Maar dat gaat snel minder worden. Mm -hmm. China is uh, 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 vliegtuigschepen aan het bouwen. Zoals ze steden bouwen. Mm -hmm. bedoel, staat drie jaar later staat er een complete ja. stad. Weet je, en dat, mm -hmm. dat zijn ze nu aan het doen. Dus. Ja, Om heel eerlijk te zijn, en, en de Russen ook hetzelfde: er gaat zoveel geld naar bewapening toe. Het is natuurlijk wel een ding als er veel geld naar wapens gaat, jaar na jaar, na jaar, na jaar. Dan uiteindelijk leidt dat een keertje tot oorlog. Omdat, mm -hmm. ja, weet je, steek geld in een probleem, het probleem wordt groter. Dus dat, dat is wat dat is. Ja, ik weet het niet. Volgens Martin Armstrong, die heeft een aantal misschien wel leuke voorspellingen uh, gemaakt. Uh, Kijken of, of ze uitkomen als we dit nee. terugkijken over, over tien jaar. Um, ja. De ene daarvan is dat de Democratische Partij uit elkaar gaat vallen. Ja. Nu, in, in, nu in twee jaar geloof ik. Maar uh het -huh. andere is ook dat um, de uh, VS uit elkaar gaat vallen. Dat staten zeg maar, zich gaan, gaan afscheiden van, van, uh, van de federale staat. Mm -hmm. Maar er is ook eentje dat er inderdaad een heel groot uh, derde-wereldachtig conflict uh, zal plaatsvinden. Um, en wat hij dus ook juist weer koppelt aan die hele uh, geldontwaarding. Ja. Dus hij, ik weet niet of het dan misschien is Oekraïne of Iran niet, uh, niet de aanleiding. Maar hij zegt er gaat nog iets gebeuren wat uh, de wereld op zijn kop gaat zetten. Of zijn ja. algoritme zegt dat. Nou, ik hou uh, ik me hard vast. Als dat, uh, als dat in de vorm van een oorlog gaat zijn. Ja. Ik hoop het niet. Nou goed, ik weet wel. Uh, als je een munteenheid hebt die niet aan inflatie onderhevig is, dan is een oorlog niet te betalen. Hm. Dus wat dat betreft, iedereen, uh, ja, haal wat Bitcoin in huis. Top, goed, dit was de tiende aflevering van Vivo Vellentaak.